Hoe kan Feyenoord Ajax verslaan in de Arena? John Metgod en Pascal Bosgaard weten het antwoord op die vraag. In 2005 is Bosgaard speler en Metgod assistenttrainer als Feyenoord voor de laatste keer in Amsterdam wint. Het tweetal was niet alleen werknemer, maar ook supporter. Ze weten maar al te goed dat de klassieker bij veel fans voor rode vlekken in de nek zorgt. Kijk, je bent je wel bewust van dat... Je mag eerlijk zijn, hè? Maar goed, ik heb dood rode vlekken, dus... Ja, ik heb heel mijn jeugd bij Feyenoord gespeeld. Dus ik heb daar inderdaad wel een bepaald gevoel bij, inderdaad, ja. Licht naar versie? Ja. Nou, niet licht, hoor. In de Kuip kijken we het unieke duel met hen terug. Ik heb de wedstrijd eigenlijk nooit zo terugbekeken, om heel eerlijk te zeggen. Nee? Hier is de goal. Ja. K2, hè? Ja, nee, dat was natuurlijk geweldig. Ja, bijna een Ajax doelpunt zou je zeggen. Inspelen van de spits, Kaats en... En dan maakt het goed uit. Feyenoord blijft na de 1-0 gemakkelijk overeind. En de Egyptenaar Hossam Ghali poort zelfs twee Ajaxiden op rij. Ghali poort Maduro. Is ook de volgende Ajaxid kwijt. Schakelt dan Pardo in. Ik kom volgens mij de goal. Feyenoord de wind. Ja. Ik denk dat Dirk gewoon heel erg verbaasd heeft iedereen. Ik bedoel, ik heb meegemaakt bij Utrecht natuurlijk toen hij kwam. En toen was het eigenlijk, niemand geloofde erin. Hij heeft zich zo goed ontwikkeld. Maakte een stap naar Feyenoord. Iedereen dacht natuurlijk op een gegeven moment, kan hij dat aan? Nou ja, uiteindelijk ook zo goed ontwikkeld. Mooi beeld trouwens, toch? Ja, geweldig. 20 minuten voor tijd moet Feyenoord met 10 man verder, omdat Fern Snoijl zijn tweede gele kaart krijgt. Zo snel mogelijk die achterste vier te kunnen herstellen. Kijk, daar komt hij, hoor. Stel, dat is een aardige sprint dit. Ja, toen wel, hè. Die is die kwijt. Nu kan het wel 1-2 worden via Garistea. Sterker nog, het moet 1-2 worden. En het is 1-2. Hij is gewoon wel goed in, trouwens. Ja. Kijk eens even. Ja, dat zijn vrije trappen uitlokken. Geblesseerd. Ik kan me dat niet eens herinneren, weet je dat? Ja, geblesseerd. Herkent je nog niet? Maar dat ik Sneijder geraakt heb, dat is wel lekker. Ja, natuurlijk is het acteren. Heb je dat linkerbeentje nog eens gezien? Het blijft 2-1. En omdat Feyenoord later in dat seizoen nog een keer van Ajax wint, wordt er zelfs een DVD van uitgebracht. Als Feyenoord de goede tactiek kiest... Geloven Metgod en Bosgaard dat Feyenoord weer voor een stunt kan zorgen. Als je het nu bekijkt, denk ik dat dit de grootste kans is die ze misschien ooit gehad hebben. Ik denk dat Feyenoord op dit moment gewoon sowieso het beste middenveld heeft van Nederland. En ze spelen gewoon heel goed voetbal. Ja, wij hebben toen er bewust voor gekozen om gewoon te voetballen tegen ze. En om ze te proberen, hè, want dat kan je wel proberen, maar dat wil niet zeggen dat dat altijd lukt. Om ze in een zo vroeg mogelijk stadium vast te zetten en daar de bal... dus te verliezen, hè? Dat je niet zeg maar op eigen helft wint, maar al op hun helft wint. En dan dwing je ze eigenlijk in een rol die ze niet lekker ligt. Ja, dan is dat natuurlijk denk ik, een heel groot probleem voor ze.